Goedemorgen iedereen en welkom in een nieuwe video. We zijn maandag en dus begin van een nieuwe week. En ik dacht, ik ga nog eens een video opnemen om te kijken waar dat de mannelijke en vrouwelijke energie waar dat ze zitten. Dus deze video is eigenlijk een check-in, een check-up, een tune-in, wat we het ook willen noemen, rond de mannelijke en de vrouwelijke energie. Dus zoals dat je weet en zoals ik al duizend keer heb verteld en uitgelegd. Die energieën kan je in eerste instantie voor jezelf gaan interpreteren en in een tweede instantie in je relatie. Dus voornamelijk in een zielsconnectie, zoals bijvoorbeeld een tweelingvlam, tweelingzielen, maar ook eigenlijk diepe soulmates. Dus ook daar ga je die dualiteiten eigenlijk zien of kunnen zien. Oké. De bedoeling van de video is, ik heb een aantal stukken opgeschreven, zodat ik weet van waar dat we gaan op intunen, waar dat we gaan kijken. Ik ga eventjes mijn muis hier aan de kant leggen, want anders heb ik te weinig plaats. Waar dat we dus gaan intunen. Dus we gaan enerzijds kijken van wat is de challenge, wat is dus de uitdaging op dit moment, zowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke energie. Dan gaan we kijken wat is hun kracht om al dat niet te gebruiken hierbij, dat obstakel. Dan, wat is de onbewuste schaduw dat ze eigenlijk nu het beste weten om verder te kunnen gaan? En dan natuurlijk ook advies. Dus we gaan eens zien, ik heb een heleboel kaarten hier uitgelegd. Dus we gaan eens kijken wat dat er ons getoond wordt, wat dat we mogen weten, wat dat ik mag meedelen. Oeps, en er vliegen er al een heleboel kaarten uit. Het eerste deck dat ik gebruik is het tarot, de Quantum Tarot. Ik ga de dosis tonen voor degenen die dat interesse hebben. Dit is het eerste deck Quantum Tarot van Kay Stufford en Chris Butler. Oh. Oké, wat is de challenge? Pardon, voor de mannelijke energie. En dan krijg ik aan de onderkant de Nine of Wands. En de King of Wands in de omgekeerde positie. En we gaan die verklaren met de Syrian Starseed Tarot. Ik ben dus vreselijk in het onthouden van de namen van al die decks. Ik gebruik ze. Maar details zoals die namen en zo. Dus ja, niet aan mij besteed. Oké, dus de verklaring om. Oké, deze. En nog één. Hoor ik. Oké. Dus we krijgen twee extra kaarten uit het Syrian Starseed deck. Deze. Ik weet niet of jullie dat op een goede manier zien of niet. Maar dus de onderkant is de Solar Deity. De Solar Deity dat is eigenlijk verbonden met de centrale zon. Wat dat ook weer verbonden is met die mannelijke energie, maar dus de geheel, de volledige mannelijke energie. Oh, en wat krijgen we? Kijk, we krijgen allemaal wands. Dus eerst hadden we die King of Wands in omgekeerde gekregen. Dus we willen zeggen dat eigenlijk de mannelijke energie nog niet volledig in die geheelde versie gestapt is. Dus niet volledig in zijn potentieel gestapt is. En dat is de uitdaging op dit moment. En ter verduidelijking van deze kaart krijgen we de Three of Flames en de Two of Flames. De Two of Flames staat verbonden, of is voor mij eigenlijk de tweelingvlamkaart. Voor veel tarotleaders eigenlijk. Maar dus is de Two of Flames. En je ziet hier ook de twee ogen en de wereld. En je ziet dus dat eigenlijk de mannelijke energie richt zijn ogen op die eenheid. Dat hij weet dat hij moet in het fysieke brengen tussen zijn vrouwelijke energie en zichzelf. Maar op dit moment wordt er van hem eigenlijk gevraagd om eerst zijn eigen vlam verder te gaan volgen. Dus dit hier voelt en komt ook, dat is hetgeen wat ik hoor. Dus hier eigenlijk, dus dat is ook ongeacht wat hij nu een vrouw is of niet, het gaat over de mannelijke energie in onszelf. Dus sowieso in jouw connectie ook, maar ook eerst in eerste instantie in jezelf. De eerste les en de eerste uitdaging die we hebben te doen, is eigenlijk die beide energieën samenbrengen. Dus die twee beide energieën van mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf in één gaan brengen. En dan ga je zien dat die samenwerken. Dus dat is eigenlijk die mantel hier. En dan ga je zien dat die gaan samenwerken. Niet alleen
de twee vlammen, maar eigenlijk ook met zo boven, zo beneden. Dus met de aarde, met de bron, met alles om ons heen. Dus dat we eenheid in onszelf gekregen. En dan pas kan je het licht zijn voor anderen. En kan je inderdaad naar die andere flame gaan, waardoor je dan dit krijgt. En dan krijg je die eenheid, dan krijg je die union. En dan ga je ook zien dat de King of Wands, de King van Wanten, de Koning van Wanten, niet meer omgekeerd ligt, maar echt gewoon zo ligt. Dat hij in staat gaat zijn om in zijn volledige kracht te gaan stappen, om volledig zijn missie en zijn passie te gaan volgen en daar ook nog een keer succesvol zal in zijn. Laat zien welke energie dat de mannelijke energie behulpzaam zou zijn, of welke energie dat eigenlijk nu voornamelijk rond de mannelijke energie is. En hiervoor gebruik ik de Angels of Atlantis. En dan hebben we Freedom. Dus Aartsengel Uriel is eigenlijk rond de mannelijke energie op dit moment bezig om te helpen in de obstakel. Dus om de mannelijke energie te helpen om nog meer in zijn kracht te gaan stappen. Om nog meer zijn eigen leiding en zijn eigen eenheid te gaan volgen. Zodanig dat hij in staat is om inderdaad die vrijheid, wat dat elke ziel eigenlijk nou wel wenst te verlangen en wel wenst te gaan begrijpen, bereiken, beiden, bereiken voornamelijk, om dat te gaan manifesteren. En als je die man hier ook ziet, dan doet mij dat ook denken aan de magier. Dus waar hij eigenlijk speelt met alle elementen van het leven, met alle elementen die er zijn, zodanig dat ze die eenheid kunnen brengen. En op dit moment zijn dus eigenlijk verschillende vlammen, verschillende energieën ook behulpzaam. Maar je ziet ook hier dat eigenlijk een beetje dezelfde kleur is die terugkomt. Dus die paars-violet-achtige kleur komt eigenlijk hier ook weer terug. En dat is nodig zodanig dat die mannelijke energie in zijn missie en in zijn kracht kan gaan stappen. En dat is hetgeen dus wat deze week voornamelijk gaat gaan spelen. Dan ga je merken dat de mannelijke energie inzichten gaat krijgen. En dat ze vanuit die verbinding met meer hun vrouwelijke energie in die King of Wands kunnen gaan stappen. Dus echt kunnen actie gaan ondernemen. Die actie ga je misschien nog niet deze week zien. Maar is de zaadjes eigenlijk als het ware, de eerste stappen ervoor worden gelegd naar, zodanig dat dan eigenlijk meer naar de zomertwist gaan, wat ik hoor, kijk, en wat komt er de eerste Ace of Pentacles, dus een nieuw begin op in het fysieke. Dus dat meer naar de zomer toe ga je dat kunnen zien. Voordat we overgaan de kracht van de mannelijke energie, wil ik eerst kijken wat dat de uitdaging is voor de vrouwelijke energie. Mijn stofzuiger is ondertussen buiten gereden. Is van de dorp al afgegaan. Ja, dan ga ik hem straks wel weer binnen halen. De stofzuiger maakte de sprong in het onbekende. Oké, wat is de challenge voor de vrouwelijke energie? Hup, en dan krijgen we er 1, 2, 3. En ook hier krijgen we een verbinding of de connectie naar de union, dus naar eenheid. En de onderste kaart is, de onderste twee kaarten, ga ik ze tonen, is eigenlijk de page, dus de knecht van cups, van bekers, die verbonden is met emoties. En daarnaast krijgen we de King of Pentacles. De boodschap dat ik hoor hiermee is eigenlijk het onderliggende, waar de vrouwelijke energie deze week vooral gevraagd wordt, is om eigenlijk weg te stappen van het negatieve. Kijk, je ziet er een slang. En in dit geval, en dan krijg ik een heel negatieve vibe, daarmee een heel negatieve energie. Want vanuit de vrouwelijke energie hebben we vaak nog die controle neiging. Omdat we natuurlijk, onze verbinding lijkt sterker te zijn. We lijken het beter aan te voelen. We zien beter en al helderder waar dat we heen moeten gaan. We kennen en begrepen het tweelingvlam. De tweelingvlamreis en connectie ook iets beter dan de mannelijke energie, zeker in het begin. Dus vandaar proberen we eigenlijk een stukje dat te gaan controleren. En dus wat wordt gevraagd, dus de uitdaging deze week voor de vrouwelijke energie, is om eigenlijk er volledig van weg te stappen. En dan gaan we straks ook ga ik nog meer uitleggen met de kaarten dat ik ook nog kreeg, maar dat is eigenlijk de onderliggende reden. Om dan de mannelijke energie eigenlijk de alle vertrouwen te gaan geven. Te gaan vertrouwen dat hij of zij, afhankelijk van welk geslacht dat is, in staat is om te doen wat er nodig is. Nu,
Ik begrijp dat dat heel moeilijk is, zeker als je niet ziet in het fysieke wat er gaande is, maar weet dat jij jouw tweelingvlam bent. En dat wanneer jullie zouden wisselen, jullie zielen zouden wisselen, dat jij eigenlijk de ander bent, maar gewoon in een ander lichaam. En dus dat betekent dat wanneer dat jij hen zou zijn, of als hen zou geboren worden, dat jij net hetzelfde zou ervaren, zoals dat zij doorheen gegaan zijn. Dus ook hier. Als jij in staat bent om stappen te zetten, om dingen te veranderen in jouw leven, om innerlijke kindhealing te doen, gewoon healing in het algemeen te doen en dus eigenlijk te groeien als ziel, weet dan dat het automatisch ook iets toebehoort aan jouw tweelingvlam. Dus als jij die kracht hebt en jij dat doorzetting hebt en jij gelooft in de connectie, weet dan dat jouw tweelingvlam dat ook doet. Ook al tonen ze dat niet in eerste instantie in je 3D, of ook al tonen ze dat niet, gaan ze het niet zeggen, zeker niet in het begin. Maar weet dat het zo is. En ik heb ondertussen het geluk dat mijn tweelingvlam daar heel open en eerlijk over is. En dat we daar een hele open communicatie over hebben. En dat maakt dus dat ook dat van daaruit kan zeggen dat het zo is. Hij en zij, dus jouw tweelingvlam, mijn tweelingvlam, zij ervaren alles net zoals dat wij het ervaren. Maar het toont zich niet altijd op dezelfde manier in de realiteit, in het 3D. En daarom is het ook een van de belangrijkste taken van de vrouwelijke energie, dus niet alleen deze week, maar gewoon doorheen de ganse reis, doorheen het ganse avontuur, om te blijven vertrouwen en eigenlijk die 5D-connectie te blijven voeden. Het mannelijke geeft als taak om het in de fysieke te brengen. Dus vandaar dat mijn advies ook altijd is, laat het contact altijd ontstaan vanuit de mannelijke energie. En ook hier weer, naarmate hij verder gaat, ga je zien dat jij niet meer per se enkel alleen de mannelijke of vrouwelijke energie bent, maar dat dat ook gaat gaan evolueren. Maar als je aan het begin van zo'n dergelijke connectie loopt en wandelt, alsjeblieft, probeer dan die tool, probeer dan dit als handvat te gaan gebruiken, want dat gaat jou heel veel hartstikke besparen. En heel veel obstakels, extra obstakels besparen. En wat heb je dus gekregen als... Ik heb 3 kaarten gekregen voor de challenge van de vrouwelijke energie deze week. Dus enerzijds is eigenlijk deze, die verbonden is met vaste structuren, met de omgeving, met alles wat we kennen, de oude structuren, overheden en dergelijke. Daar komt voornamelijk naar boven. Het is belangrijk om oud hartzeer los te laten. En te vertrouwen dat de dingen die gewoon nu op je pad komen, dat er niet nog meer extra hartzeer gaan liggen. Dus die beide samen. Vragen jou ook om het verleden niet langer als een maatstaf te gaan gebruiken voor wat dat mogelijk is, maar om dat los te laten en te gaan dus laten wat dat is in het verleden. Dus gewoon te parkeren, te archiveren of wat dan ook. En leer er jouw lessen uit. Kijk welke patronen dat er getoond werden aan jou. En duw ze ook niet weg, want dat heb je nodig om tot eenheid te kunnen komen met jouw tweelingplan. Kijk, ook hier, ik heb dat al vorige gezegd, ook hier zie je eigenlijk de samenwerking. Dus enerzijds de eenheid in één persoon, de eenheid in een andere persoon. En van daaruit gaat dan eigenlijk de mannelijke energie in jou en de vrouwelijke energie in jou gaan samensmelten en gaan communiceren eigenlijk. En voortdurend energieën uitsturen, informatie uitsturen naar elkaar. En dat is ook de reden waarom dat de vrouwelijke energie als taak heeft om ook haar eigen mannelijke energie te gaan healen. En in eerste instantie ook je eigen vrouwelijke energie te gaan healen. Want als je eigen vrouwelijke energie healt, dan gaat die de codes die jij als oplossingen hebt in jouw energie, kan die dan naar jouw tweelingvlam gestuurd worden. En kan jouw tweelingvlam aanhaken aan die oplossing. Dat is niet alleen zo bij jou dat dat zo werkt, maar niet alleen bij je tweelingvlam, of tussen jou en je tweelingvlam, maar ook gewoon naar andere mensen. Zeker als lichtwerker, ga je dan merken wanneer dat jij een oplossing gevonden hebt, of een issue hebt opgelost, of hebt aangekeken, of wonden hebt geheeld, dan zit dat als een energetische sleutel in jouw energieveld. En dat maakt dat je dan mensen aantrekt die eigenlijk op zoek zijn naar die oplossing. En zo werkt die magnetische marketing, die energetische marketing eigenlijk ook. Ik ga voor deze kaart dan eigenlijk ook nog wel de Syrian Starseed Tarot gebruiken om extra te gaan verklaren rond de challenge van de vrouwelijke energie, maar ik denk dat dat heel wat duidelijk is. Dus eigenlijk loskomen van de vaste structuur, loskomen van het verleden, loskomen van die pijn en ervan uitgaan dat het weer hetzelfde gaat zijn, dat je de mannelijke energie jou weer in de steek gaat laten, welke overtuiging dat er ook maar zijn. Hè? Mannen zijn onbetrouwbaar, vrouwen, bla bla bla, zijn te emotioneel, wat is er ook allemaal dat er gezegd wordt. Om dat echt één voor één gaan aan te kijken wat er deze week boven komt. Zodanig dat je verder kan naar healing. Ja, voilà, kijk. Kijk, ook hier, Four of Challenges.
Kijk niet meer naar wat dat er verloren is. Kijk niet naar je verliezen, maar kijk naar de zegeningen die op je pad komen. En dan ga jij die Master of Crystals worden. Ga jij die Queen of Queen King, afhankelijk van wat jij bent, ga jij die worden. Die meester over jouw fysieke realiteit. Ga jou heel echt in staat zijn om jouw leven zodanig vorm te geven dat het alleen is met jouw ziel en jou de vervulling en de vruchten brengt dat je wilt en dat je in je diepste hart verlangt dat mogelijk is. Maar wat vraagt dat natuurlijk van jou om eigenlijk uit jouw kooi, uit de kooi, uit je grot, uit je grot te stappen? En let staat hier, hè. Kijk niet naar wat dat er verloren is. Kijk niet naar de mensen die je moet achterlaten. Maar weet dat op je pad dat er veel meer mooiere dingen op je pad komen en zullen komen. En dat is gewoon voorbestemd. Je kan het gewoon niet missen. Want hoe vaak dat je ook de afslag zal missen, jouw team zal ervoor zorgen dat je altijd maar weer een nieuwe weg gecreëerd wordt. Ze gaan er alles aan doen om jou daarin bij te staan. En dat is hetgeen waar dat nu jou als vrouwelijke energie, en het is mooi hoe dat de kleuren ook weer elkaar spiegelen. Dat is waar dat aartsengel Michael is voornamelijk de aartsengel. Je hoeft niet met aartsengelen te werken als dat niet meer resoneert. Maakt niet uit. Het gaat over de energieën. En zie je ook hier weer uiteindelijk die diamanten, maar eerder wat een zilverachtig paarse kleur, violette kleur, bij en rond de vrouwelijke energie circuleert. Omdat die nog doorheen een diepere transmutatie gaat. Je ziet hier ook verwijzingen naar levens uit Egypte, voor als je daarmee resoneert. Doe mij ook denken aan Horus, aan Isis. En dat is eigenlijk ook weer een signaal, een verbinding naar die mannelijke en die vrouwelijke energieën. Dus dat voor de challenge voor de vrouwelijke energie, daar waren we nu mee bezig. En dan, wat is de kracht van de mannelijke energie? Daar gaan we deze. Dat is de Sacred Spirit Reading Cards van Anna Stark. Wat is de kracht van de mannelijke energie deze week? Oké. Sowieso gaan de. Wacht, ik ga deze hier ook gebruiken. De. Waar is mijn doos ervan? Hier, de Oracle van de Zeven Energieën van Colin Baron Reed. Deze, je kent ze misschien wel. Dus de kracht van de mannelijke energieën. Sowieso zitten we deze week hier toch in België met het Hemelvaartsweekend. En als je dat in het Engels zegt, is dat Ascension Weekend. Dus weet dat dit komende weekend ook heel veel dingen staan te gebeuren. En dat ook al zijn er geen astrologische verklaringen op dit moment, dat er toch heel veel dingen gaande zullen zijn. En dat zowel jouw lichaam als je ziel eigenlijk veel meer en meer uitgeleend zullen worden. Oké, de kracht. En dat lijkt, mijn eerste idee was van ja, hoe kan dat nu een kracht zijn? Maar ik ga het jullie uitleggen. Dus de eerste kaart die eruit gekomen was, was eigenlijk emotional challenges. Resolve the issue. En dat is hetgeen waar dat, de mannelijke energie deze week ook meer en meer gaat gaan leren om zich te gaan verbinden met zijn eigen emoties. Om die echt ten diepste toe te laten. Niet alleen de gelukkige, maar ook de depressieve, die van ontgoocheling, die van verdriet, van boosheid, van wat dan ook. Waar dat hij eigenlijk altijd heel sterk is moeten zijn, gaat hij meer en meer zichzelf toelaten om ook kwetsbaar te zijn. En om toe te geven dat hij het ook altijd maar niet altijd weet. Dus hij gaat zich veel meer gaan verbinden met die vrouwelijke energie. En dat is ook naar aanleiding van het Ascensieweekend, hoor ik. En tegelijkertijd, wat kreeg ik ook nog? Light codes. Travel awaits you. En travel, dus reizen, dat kan zowel fysiek zijn, wat ik bijvoorbeeld ga doen met twee andere dames. Wij gaan naar Kroatië om daar lichtcodes te gaan verankeren, gaan integreren als lichaam en dan naar verschillende plaatsen gaan brengen om het over te dragen in water. Omdat de aarde uit heel veel water bestaat en het op die manier in staat is om zichzelf ook weer te gaan healen. Dus water circuleert over gans de aarde. En de bedoeling is, voor wat ik gehoord heb van mijn team, is dat wij als een soort van lichtdragers, codedragers zijn van de
vanuit de Diamanten Kristallen Tempel, die in Split gevestigd is, dus in Kroatië. Daar gaan wij naartoe gaan. Gaan wij die codes in ons lichaam als in een rugzak gaan steken. Gaan we die overbrengen naar de zee en dan vervolgens ook naar de meren in Kroatië. Omdat van daaruit dat dan verspreid wordt. En dat heeft ook te maken met verdere healing van die vrouwelijke divine feminine energie. Dus, en dat is hetgeen wat de mannelijke energie ook dan zal in staat zijn om nog meer en meer met je te verbinden. Dus zowel via zijn derde oog, dus via zijn intuïtie, via de dingen dat hij doorkrijgt, maar bij sommigen ook letterlijk door het reizen, door naar plaatsen gaan, zoals dat wij nu gaan doen. Want bepaalde plaatsen zijn gewoon al hoger energie dan andere plaatsen. Dus ook als je het gevoel hebt dat je getrokken wordt en geleid wordt om naar bepaalde plaatsen te gaan, alsjeblieft doe dat en volg die leiding. Er is altijd een reden voor. En dan een extra kaart, waar dat de kracht ook is van de Divine Masculine, dus van de mannelijke energie deze week, is het feit dat hij die verbinding gebruikt met zijn vrouwelijke energie, dus de verbinding tussen jou en jouw tweelingvlam, dat gebruikt hij. De kaart heet Tender Embrace en kijk, je ziet het ook als een 22 kaart, dus sowieso ook weer een tweelingvlam teken. Hij gebruikt hij als een fuel, als kracht. Dus ook al zegt jouw tweelingvlam dat niet op dit moment, of zijn jullie niet in communicatie, of zijn jullie nog gescheiden, of wat dan ook, weet dat waar dat de voeding en het voelen van die onvoorwaardelijke liefde voor jou een voeding is, is die eigenlijk nog veel meer voor de mannelijke energie een voeding. Zeker in het begin, omdat zij niet in staat zijn. Of nog niet geleerd hebben, niet meer herinneren hoe dat ze die voeding en die ontvangen van die boodschappen krijgen via hun eigen verbinding, kijken ze eigenlijk altijd naar de vrouwelijke energie. En dat is hetgeen wat ze deze week ook meer gaan doen. Dus ze gaan via de verbinding en het vertrouwen dat ze hebben in de vrouwelijke energie, gaan ze veel en meer ook toelaten om die emoties en de vrouwelijke energie in zichzelf te gaan erkennen en te gaan healen. Wat dus eigenlijk een hele stap vooruit is en zeker. Heel mooi om te zien dat dit als een kracht naar boven komt. En dan, wat is de kracht voor de vrouwelijke energie deze week? Ben nu eigenlijk wel benieuwd wat de onbewuste schaduw zal doen. We gaan eerst natuurlijk nog de kracht. Oké, okay. Dan hebben we hier één kaart. Oh my god, echt waar. Ik zal ze beter uitleggen waarom ik zeg oh my god. Ik denk dat ik het niet ga moeten uitleggen, dit wel onmiddellijk pas ga begrijpen. En dan nog een kaart van de andere, zoals ik daarnet met de mannelijke energie gedaan heb natuurlijk. Woep, flap, hij vliegt eruit. Oh, ik ben altijd zo versteld en aangenaam en diep vervuld wanneer ik zie op welke manier dat de kaarten en de boodschappen doorkomen. Dus waarom dat ik zei oh my god, was omdat de eerste kaart is Astral Travel. Dus ook hier zie je dat de kracht van de Divine Feminine, dus van de vrouwelijke energie, ligt in die verbinding met haar hogere. Je ziet hoe dat die bol van energie daarboven dat hoofd van die persoon hangt. En dat is ook jouw kracht als vrouwelijke energie. En dus zeker als jij ook gewoon een mannelijke energie bent, ook dat is jouw kracht. Die verbinding met je ziel, die verbinding met het hogere. En ga erop zien als je heel goed kijkt. Dan zie je ook gewoon allemaal die signalen. En dat doet mij denken aan de Flower of Life, waar je ook die verschillende symbolen hebt. Dat doet me denken aan de Tree of Life, dat doet me denken aan het eenheid, dat doet me denken aan het diamantenbewustzijn. En dat is hetgeen wat we deze week ook als vrouwelijke energie, dat is ook jouw kracht, die verbinding, telepathische communicatie en zo meer. Maar, wat staat er ook bij? Caution needed, dus je moet opletten. Waarom? Omdat het belangrijk is dat je om die goede ontvangst te krijgen van de boodschap, van je leiding, is het nog des te belangrijker om je energie goed te gaan gronden. En dat is iets wanneer je met mij samenwerkt, dat dat iets is dat ik weet, dat ik meermaals zeg tegen iedereen waar ik mee één op één of in groepen samenwerk, is dat je kan niet zuiver gaan channelen wanneer je niet goed gegrond bent. En wanneer je energie veel te veel hoog zit en je veel te veel in het etherische zit. Dat is niet de bedoeling. Daarom zijn we niet hier in het fysieke gekomen. De bedoeling is dat we net het etherische, net onze energieën volledig kunnen gaan belichamen en van daaruit gaan kunnen manifesteren en ons leven kunnen gaan vormgeven. En natuurlijk ook de nieuwe aarde kunnen gaan vormgeven. Dus nou, daarom is het belangrijk om als vrouwelijke energie jouw licht, dus jouw energie, nog veel meer te gaan gronden. En deze week, dat is jouw kracht om jouw energie te gronden. Jouw energie te gronden, jouw energie te verbinden met je fysieke lichaam. In je fysieke lichaam te blijven. Verbinding te maken met je seksuele energie, met
je lichaam te gaan voelen, te gaan liefhebben, liefkozen, aandacht geven, wat dat dan ook maar is dat je voelt dat nodig is. En van daaruit ga je dan eigenlijk jouw licht laten stralen naar de wereld om jou heen. Dat is ook de grootste reden. Wanneer je meer en meer in je kracht staat en meer in licht gaat gaan stralen, ga je zien dat als man dat je meer aandacht krijgt van vrouwen en als vrouw meer aandacht krijgt van mannen. Of wat dat dan ook maar is, waar je voor meer naartoe aangetrokken bent natuurlijk. Maar dus jouw magnetische kracht wordt sterker. En dat werkt niet alleen naar zielsklanten of naar je wensen, maar mensen zien en voelen onbewust ook jouw licht. En dat maakt dat sommigen dan ook denken dat ze verliefd zijn op jou, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Ze voelen gewoon jouw licht en de liefde en daar willen ze meer van. Daar willen ze meer van in hun leven. En een extra aanvulling bij wat ik nu gezegd heb als kracht voor de vrouwelijke energie is endless possibilities. En dat zijn 38 kaarten. Dus en als je die samenstelt, is dat 11. En 11 staat weer voor de union en de eenheid. En er staat endless possibilities. Dus eindeloze, oneindige mogelijkheden. Dat is hetgeen wat we gevraagd worden. Dat we meer en meer onze mind opentrekken. Je ziet hier op de ster. Verbind je mind met de sterren. De sterren zijn. Die kennen geen einde. Ons universum kent geen einde. Het is oneindig. Dus, maar ook in ons leven zijn er oneindig veel mogelijkheden. En we zijn zo geconditioneerd daarin, dat we voortdurend blijven vastzitten. Maar daag jezelf voortdurend uit. Hè? En kijk zoals deze dame. Kijk naar de wereld alsof dat je het zo tussen je handen kunnen houden. Dat is ook een techniek dat ik leer aan mensen die met mij samenwerken. Waarbij dat je dan als een meester ware controle te zaken is natuurlijk niet op een negatieve manier, maar dus eigenlijk echt werkelijk intenties kan zetten en dingen kan sturen in jouw leven. Oké, dan wat gaan we dan nog doen? Onbewuste schaduwen. Ik ga hier eventjes de juiste weer bij elkaar leggen. Voilà. En deze hoort hier. Onbewuste schaduwen van de mannelijke energie. Wat ik ook heel hard voel, zowel bij mannelijke als vrouwelijke energie, is dat er veel activiteit is in de onderste twee chakras. En dat kan maken dat je daardoor dan bijvoorbeeld lange rugpijn hebt, dat je buikpijn hebt, dat je bijvoorbeeld diarree hebt, of misschien zelfs niet goed naar het toilet kan gaan. Kan zijn dat je bijvoorbeeld als je vrouw bent en je hebt je maandstonden, dat die heviger zijn of net niet, dat het precies allemaal lijkt alsof het ontregeld is, of dat je cyclus langer duurt of vroeger is. Dus er zijn heel veel codes daaromtrent. En dat heeft te maken met het feit dat we allemaal ons aan het verbinden zijn, als dat nog niet gebeurd is, met het nieuwe kristallen grid van de aarde. En aangezien dat die constant verhoogt, moeten onze grondingscode en dus eigenlijk onze gronding daar ook constant en voortdurend aan aangepast worden. Oké, wat is de onbewuste schaduw van de mannelijke energie? Ja, nog één. Oké, nog één. Oké, hier is hij. Dan gaan we nog de draken ter. Oké. En deze. Dat was snel. Dank u wel. Oké, de onbewuste schaduw van de mannelijke energie, voornamelijk voor deze week. Even zien wat we nog wel hebben. Ja. Oké, dus de onbewuste schaduw voor de mannelijke energie. En uiteindelijk is dat heel logisch wat we kregen. Dus het eerste kaart die ik kreeg was eigenlijk een 14 kaart. Dat is van, hoe heet het hier ook alweer? De First Light Tarot. Die heeft voornamelijk allemaal dingen met sterren en planeten en het universum en zo. Dat is geen standaard tarotkaart, maar daarom vind ik het ook leuk om te gebruiken. En die lag omgekeerd. Dus de 14 kaart heeft een verbonden met natuur. En dan extra verduidelijk is perspective. Maar wat ik hier ook heel hard voelde, net omdat die ook omgekeerd lag, is dat de onbewuste schaduw van de mannelijke energie, door het feit dat de mannelijke energie van nature uit veel meer naar het logische gaat, is belangrijk dat de mannelijke energie leert om daar veel meer balans in te houden. En dat is ook de volgende kaart. Dat hij veel meer leert, zoals dat we net gezien hebben, vanuit de verbinding met zijn vrouwelijke energie, vanuit de verbinding met zijn intuïtie, om hetgeen waar dat hij altijd gedacht had dat een waarheid was,
om dat eigenlijk voor eens en voor altijd op een andere manier te gaan leren bekijken. En je ziet hier ook, staat hier ook een boogschutter. Dus hetgeen wat we nu gaan zien, is eigenlijk al begonnen in, eind vorig jaar, in de periode waarin dat als dan de boogschutter meer naar de aarde gericht was. En dus wat is dat? Vanaf 21 december, nee, ervoor, tot 21 december en dus van 21 oktober, dus november, sorry, nee, 21 november tot 21 december, die periode. Dus daar zijn de dingen al gebeurd. Dus misschien is het ook interessant om eens te kijken wat waren de thema's op dat moment. Want dat gaat je helpen om je veel meer te verbinden, om veel meer die eenheid te verbinden en om veel meer vanuit die eenheid je te verbinden met je realiteit en ook om de dingen op die manier te gaan vormgeven. En dat is hetgeen wat nu deze week ook gebeurt en gevraagd wordt. Hier staat, hoe moet ik het doen? Zo ja. Wake-up call, listen and take a note. Dus het is belangrijk, zeker als mannelijke energie en als de onbewuste schaduw, dat ze nog te weinig bewust van zijn dat dat een kracht is. En door het feit dat het onbewust is, is dat een onbewuste schaduw die hen nu te veel beïnvloedt, en waar dat ze dus nu mogen aan werken. Dus dat ze gestuurd en geleid worden door hun team. Dat hun intuïtie hen toont wat dat ze mogen doen. En dat ze het niet meer allemaal zelf moeten gaan bedenken. Dat ze niet meer zelf allemaal moeten gaan bepalen en gaan uitzoeken en hun oplossingen gaan zoeken. En daarom, dat zijn ook de redenen. Kijk, je ziet ook de kleuren terug die terugkomen. Weer dezelfde kleuren dat we daarnet ook gehad hebben. En dat is de gouden en de zilver-violette flame dragon. Dus een gouden en zilver-violette vlamdraak. Die helpt jou bij het transmuteren van het oude vanuit jouw wijsheid. En dat is weer dat, die intuïtie, weer dat, die leiding die je krijgt vanuit wijsheid en op een gemakkelijke manier, een eenvoudige manier. En dus ook hier is het belangrijk om te focussen op die mannelijke en die vrouwelijke energie. Want kijk, je ziet hier ook die driehoek en dan eigenlijk de cirkel en daar zie je ook weer tegelijkertijd de weerspiegeling eronder. Dus de mannelijke en de vrouwelijke energie. En we hebben beide nodig om te kunnen komen tot transformatie. Dus die vlinder staat voor transformatie. Die vlinder staat voor het transformeren, transmuteren van het oude. Daarom ook de violette vlam. De violette vlam is verbonden met transmutatie. Dat verbrandt, dat is eigenlijk een koude vlam als je er zo in staat. Maar dat verbrandt en transmuteert, lost eigenlijk volledig alles van het oude op, zodanig dat je in dat nieuwe kan stappen. En dan hebben we dan nog de Royal Blue and Gold Dragon, dus de Royal Blauwe en de Gouden Draak. En die helpt jou in het versterken, om in jouw kracht te gaan staan, om vanuit jouw kracht jouw wijsheid te delen met de wereld. En dat is dan puur die wilskracht van die geheelde mannelijke energie, van die Divine Masculines. En dat is hetgeen waar we uiteindelijk naartoe gaan, van zodra dat die mannelijke energie een eenheid gecreëerd hebben en dus eigenlijk vrede hebben genomen met hun eigenlijk, oei, ik zit hier in mijn microfoon, met hun eigen vrouwelijke energie, dat ze inderdaad veel meer hun eigen kracht gaan kunnen gaan belichamen en van daaruit hun leven gaan kunnen gaan vormen. En dat is hetgeen wat de wereld nodig heeft. Wauw, mooi om te zien. Ik ga anders onmiddellijk ook het advies voor de mannelijke energieën. Voor de mannelijke energie, vooraleer om naar de onbewuste schaduw van de vrouwelijke gaan, gaan we het advies voor de mannelijke energie deze week. Oké, dat is al één. Oh. Ga wandelen. En dan weer die natuur, de verbinding met de natuur, de verbinding met het vrouwelijke. Het echt, wauw, echt kan. En dan advies nog. Je haalt kracht uit het hervinden van je eigen stem. Wat we natuurlijk hier net ook over hadden. En wanneer je diep lief hebt, voel je de essentie van het leven. En dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat is hetgeen wat de mannelijke energie als advies meekrijgt deze week. Dus ga gaan wandelen. Als je te veel in je hoofd zit, ga naar buiten. Laat de natuur het allemaal van je uitgaan. Dat is trouwens iets wat mijn tweelingvlam heel vaak doet. Wanneer dat hij voelt dat hij te veel in zijn hoofd zit, dan gaat hij naar een meer, niet ver van waar dat hij woont. En ook voor ons, divine, ja, ik zeg nu ons omdat ik voornamelijk de vrouwelijke energie in mij draag. Maar dat is ook voor ons is belangrijk, voor iedereen is belangrijk om regelmatig naar buiten te gaan. Om regelmatig gewoon te zijn en niks te moeten. Zelfs ook wanneer je gewoon in het proces van
van bewustwording loopt, niet elke dag hoef je bewust bezig te zijn met het healen van en transformeren van wonden en oude overtuigingen. De dingen die moeten geheeld worden, gaan automatisch naar boven komen. Dus vertrouw daar ook op. Wauw. En ook zeker voor de mannelijke energie. Heb geen angst om de liefde die je in jou voelt, om dat ook te delen en om dat ook te uiten. Want weet dat de wereld aan het veranderen is en dat de mensen om jou heen aan het veranderen zijn en dat je enkel maar mensen op je pad gaat krijgen die voor jouw hoogste goed zijn en die jou verder helpen. Ook al voel je bijvoorbeeld je nadien gekwetst of bedrogen of wat dan ook, het is er voor jouw hoogste goed, want het brengt jou weer dichter bij jouw ware zelf en jouw authentieke zelf. Oké. Onbewuste schaduw voor de vrouwelijke energie. Ik zie dat we ondertussen al 35 minuutjes bezig zijn, maar ja, het is teken dat nodig is. Is dat één en dan nog onbewuste schaduw van de vrouwelijke energie. Nog één kaart, onbewuste schaduw. Oep, daar gaat hij. Ja. Ik ga ondertussen van eens een keer die andere ook bijhalen. Dat is eventjes chaos in mijn hoofd. Tuurlijk. Of course. I should have known. Ja, en ja, dankjewel. Twee draken. Ik ga deze hier nou naast elkaar leggen. En dan deze doen we strakjes. Even plaats maken. Dus, de onbewuste schaduw voor de vrouwelijke energie deze week. De eerste kaart die naar boven gekomen was, is eigenlijk de devil. Die ligt ondersteboven, waar dat eigenlijk een goed teken is. En die is verbonden ook, zoals je kan zien, met het ramteken. Waarom? Omdat vanaf nu, ik denk nu of morgen, ergens in deze week, gaat de planeet Mars in het teken ram. En dat gaat ervoor zorgen dat we willen vooruitgaan, dat we willen dingen forceren, dat we willen dingen gedaan krijgen. Sorry, maar ik had hier tegen mijn kabel van mijn microfoon getrokken en mijn blouse is opengesprongen. Dus kijk, zie, als we te hevig zijn, dan maken we dingen kapot. Welk een mooi voorbeeld. En dat is hetgeen dat door het feit dat we soms, dat is de devil, staat er ook bij, trapped. Door het feit dat we soms, zeker als vrouwelijke energie in de connectie, heb je vaak het gevoel dat je vast zit. Maar we zitten nooit vast. Het is een illusie. Het is zijn gedachten. Omdat we niet zien dat dingen verschuiven in de 3D, dan denken we van ja, zie, het gaat nooit veranderen, bla 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 bla. En dat maakt ervoor dat we het gevoel hebben dat we geen vrijheid hebben, dat we niet meer vooruit kunnen. Dat we, zolang dat onze divine masculine of onze mannelijke energie niets doet, dat we vastzitten en dat we niks zelf kunnen gaan beslissen. En dat is net die illusie waar we moeten doorheen breken. De angsten waar we moeten doorheen breken. Dat als we keuzes maken, dat dan niet meer zal passen met het pad van onze mannelijke energie. Of wanneer dat we keuzes maken en blijven verder gaan met ons eigen leven vorm te geven en te streven naar onze vrijheid, dat we dan nooit gaan samenkomen met onze mannelijke energie. Of zelfs gewoon het idee van, als ik focus op mezelf en ik geef geen aandacht daar meer aan, dan ga ik het hem of haar verliezen. En dat zijn allemaal dingen die dus horen tot de lessen dat we leren. En dat is ook de tweede kaart. Het heeft ook te maken met kinderen, maar hier heb ik niet het gevoel dat het specifiek fysieke kinderen zijn. Dat kan natuurlijk. Maar eerder ook het vormgeven van de vierde entiteit. De vierde entiteit in een connectie is eigenlijk alles wat voortkomt en ontstaat vanuit jullie liefde, vanuit jullie connectie en verbinding. Maar dat vraagt natuurlijk om daar te komen, om die lessen te leren. Om alles die jou nog bindt, om alles die jou nog tegenhoudt, om verdere stappen te zetten op jouw eigen pad, om jouw eigen en je eigen onafhankelijkheid te ontstappen, om die te gaan helen. Want uiteindelijk, ook al lijkt het in de 3D dat jullie van elkaar gescheiden zijn, in werkelijkheid zijn jullie altijd verbonden. Zelfs nog voordat je wist dat je een tweelingvlam was, nog voordat je wist nog voordat je zelfs geboren was als mens in dit leven. Dus het is belangrijk om. Wanneer je wilt verder gaan op dat pad naar vrijheid voor jezelf, naar het kunnen zijn voor jezelf, dat je alle angsten daar rond loslaat. Dus daarom ook dat boeren. Dus wanneer je moet boeren, dan heeft dat te maken met angsten dat je loslaat.
Dus dat je die allemaal letterlijk naar boven laat komen en heelt. En dat is hetgeen waar dat nu ook het thema is, dat ik merk bij een aantal Divine Feminines rond ons heen. Waarop zie ik het gebeuren bij de mannelijke energie? Waarin dat we geconfronteerd worden, maar ik ga daar straks nog een andere video over maken. Wanneer we geconfronteerd worden met diepste emoties. Emoties zoals boosheid, frustratie, ontgoocheling, diep zwaar verdriet, die zo overweldigend aanvoelt, dat we eigenlijk geconditioneerd zijn om die voortdurend weg te duwen. En om die eigenlijk, om daar heel veel weerstand en heel veel oordeel ook over te hebben. En dat is hetgeen wat je mag weten en moet leren, dat eigenlijk dat je, zolang dat je daar weerstand tegen hebt en dat je daar een oordeel over hebt, dat je eigenlijk een heel belangrijk stuk van jezelf gaat gaan verloochenen, gaat niet gaan erkennen. En dus om nog meer tot in die eenheid te komen en om dan in eenheid te komen met jouw tweelingvlam, want ook daar zie je die polariteit, zie je de dualiteit. Jij bent de positieve vlam als vrouwelijke energie, de positieve vlam, ja. Positieve pool, maakt niet uit. En de mannelijke energie is een negatieve pool. Maar dat betekent niet dat enkel maar de mannelijke energie doorheen al die shit en lachtrillende emoties en hele daterstuk moet gaan. Nee, wij en onszelf hebben ook die mannelijke energie. Dus en wij kunnen niet samenkomen met onze mannelijke energie. Want denk aan die kaart. Voilà, hier ligt die, dankjewel. Kijk, denk aan een kaart. Jouw mannelijke energie communiceert met de mannelijke energie van jouw tweelingvlam. Zijn vrouwelijke energie communiceert met jouw vrouwelijke energie. Dus daarom is het belangrijk om die stukken in jezelf te gaan helen. Om die afhankelijkheid te gaan helen. En om in jouw vrijheid te stappen. In jouw onafhankelijkheid te stappen. En daarvoor kregen we dan ook enerzijds de aarde- en vuurdraak. En die helpt jou om jouw energie vanuit die 5D te gronden in jouw realiteit. Dus wat ik daarnet gezegd heb, want het is een mannelijke energie zijn taak om het in de fysieke te brengen. Ja, maar jij hebt jouw taak in jouw fysieke om vanuit jouw mannelijke energie jouw realiteit te gaan creëren en jouw wensen gaan aan te trekken. En dat is ook waar dat ik altijd over spreek. Ik was aan het zien omdat er geen vreemde poes binnenkwam. Dat zijn die. Die eenheid en individualiteit. Dus wanneer dat tweelingvlammen samenkomen, en niet alleen tweelingvlammen in extensie en dan op langere termijn ook iedereen, is het belangrijk dat we die eenheid en verbinding voelen, maar dat we niet per se daarom dan eigenlijk onze eenheid en onze individualiteit gaan verliezen. Dat we weten wie dat we authentiek zijn. Ook al is jouw tweelingvlam de geascendeerde spiegel van wat jij kan zijn of jij bent, dan nog heb je elk een eigen unieke frequentie ervan. Dus het is belangrijk dat je dan echt gaat gaan in jouw missie gaan stappen. Dat je echt in jouw kracht gaat gaan stappen als vrouwelijke energie. Want dat is nodig om uiteindelijk dan ook samen te kunnen komen met jouw mannelijke energie. Het kunnen geven, maar ook het kunnen ontvangen. Maar wanneer je dat geeft aan, dus van dienst bent voor anderen, in je missie stapt, ga je automatisch ook daarvoor geld of wat dan ook gaan ontvangen. En dat werkt hetzelfde ook in jouw tweelingvlamconnectie. Wat je geeft, ga je weer ontvangen. Maar let op, laat het altijd zonder voorwaarden is. Dat al de voorwaarden die je er ooit aan gekoppeld hebt, al die conditioneringen die je aankijkt en verder uitzuivert. En het tweede draak was de vuurdraak. Want die helpt jou om de lagere energieën, net zoals ik net gezegd heb, die laagtrillende emoties, die dingen waar we niet durven aankijken of zelfs niet durven over spreken of tonen aan de buitenwereld. Je tweelingvlam ziet het. Je tweelingvlam merkt het. Je tweelingvlam voelt het. Dus wees en herken het. En toon het ook, want ook dat is een stuk van jezelf. Iedereen heeft een bitch side. Iedereen heeft een punt, een breekpunt waarop dat we volledig zouden kunnen overkantelen naar het negatieve en het donkere en het volledige daderstuk. Dat is gewoon zo. Het is telkens gewoon een bewuste keuze op welke manier dat je die energie gaat gaan gebruiken. Maar weet dat wanneer dat je doorheen die donkere, zware, diepste emoties gaat gaan werken, dus die echt die diepste donkere kant van jezelf gaat gaan aankijken. Dat is enkel maar gewoon de andere kant van je lichtere kant. Dat je daarin ook beschermd bent. Dat je ook veilig bent. Dat er niks ergs en ernstigs aan is. Dat er niks met jou kan gebeuren. En dat dat nodig is om verder je zielspad te kunnen gaan uitzuiveren. Wauw. We zijn aan de diepste lessen aangekomen, dames en heren. En we worden altijd maar verder en verder geduwd. Dus hoe meer je er weerstand aan hebt, hoe meer stress dat je ook zal rond ervaren. Want het wordt niet meer gedoogd. Het wordt niet meer door de vingers gekeken, als het ware. Waarom doe ik zo? Maar niet eens. Oké, advies voor de vrouwelijke energie voor deze week. En dan gaan we deze video afronden.
Oké. Deze. Wat hebben we? Oeh. Leg een kaars aan en staar 5 minuten in de vlam. Dat helpt jou om uit je hoofd te gaan. Dat helpt jou om die verbinding weer te maken. Dat helpt jou om echt mindful te zijn en om eigenlijk aan niets te denken. Ware liefde is hier in je leven om te blijven tot in de eeuwigheid. En dat is ook zo. Dat heeft ook te maken met wat we net gezegd hebben, die donkere kant. Twijfel niet dat jij geen onvoorwaardelijke liefde in je leven zal ervaren. Die ware liefde is er al. Enkel hetgeen wat je nog verder moet uitzuiveren, dat zijn de verwachtingen en ideeën dat je erover rond hebt, over hoe dat dingen zou moeten gaan, over hoe dat dingen moeten verlopen om een ware liefde te kunnen zijn. Maar ware liefde is verbonden met jouw zielspad, is verbonden met het verder uitzuiveren van jouw authenticiteit, van jouw authentieke energie, zodanig dat je van daaruit leven kan vormgeven. Dus alles wat er boven komt, kijk het aan. Kijk het aan, zuiver het en zorg ervoor dat het afgestemd wordt met ware liefde. En als je daar hulp voor bij nodig hebt, contacteer mij. Ik werk ondertussen niet meer alleen in mijn bedrijf, maar ook nog met andere mensen, coaches samen, die al meer dan 2 jaar in ondersteuning en dus begeleiding en in proces zijn bij mij. Dus ik weet dat ze perfect in staat zijn om de lessen die ik hen geleerd heb, om die ook aan jullie door te leren. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft niet alleen te vechten voor waar je in gelooft. En dat is hetgeen wat we hier in de laatste kaart hebben. Vecht voor waar je in gelooft, maar doe het vanuit liefde en compassie. En dat is ook zo. Je hoeft niet te vechten vanuit controle, vanuit die angsten. Maar kies om elke dag er te staan, om elke dag keuzes te maken. Vanuit licht en vanuit liefde. En niet vanuit controle, macht, hebzucht of wat dan ook. Of angst, want dat is ook een hele belangrijke. Zo, ik hoop dat jullie hier heel wat aan gehad hebben. Dat zijn de dingen die nu grotendeels gaande zijn en spelen in de energieën van de mannelijke en de vrouwelijke energie. Maar zoals ik daarnet ook gezegd heb, zie het niet alleen in de connectie en in de relatie met iemand anders, maar in eerste instantie ook in jezelf. Dus kijk wat dat de adviezen zijn. Kijk waar dat je onbewuste schaduwen, waar dat je resoneert en voor jezelf. En dat gaat weer behulpzaam zijn om verder te gaan. Het is mijn plan, mijn bedoeling, om elke week zo'n dergelijke video, zo'n tune-in te maken rond de mannelijke en vrouwelijke energieën. Om te gaan kijken wat de challenge, de kracht, onbewuste schaduwen en dan het advies is. Zodanig om jullie niet alleen op pad van een tweelingplan te gaan helpen, maar ook voornamelijk in jouw eigen proces en jouw eigen ascensie. Want dat is dan weer de sleutel om jouw unieke tweelingplan, unieke soulmate, de mate to your soul, letterlijk, hè, het echte maatje van je ziel, om die te gaan aan te trekken. Zo. Dat was voor nu. Ik wens je alvast een hele fantastische, fijne week. En zo dadelijk, ik ga hier wel de kaarten en alles aan de kant doen. En dan ga ik aan de slag met de video waar je kunt het over vertellen. Tot in de volgende. Dag.